Ieder seizoen zien we het weer terug dat er een nieuwe starter pack uitkomt. In deze video gaan we kijken naar de top 8 beste starter packs. En ja, er zijn er ook maar 8, dus letterlijk allemaal zitten ze erin. Als jullie nog eventjes een duimpje omhoog willen doen, dat zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneren, dat kun je natuurlijk ook doen en je kunt ons natuurlijk ook supporten in de itemshop met de support A-creator code, te veel gevraagd. Yes, ik heb dus inderdaad een top 8 lijstje gemaakt met letterlijk alle starter packs die er zijn, namelijk sinds season 3 doen ze elk seizoen 1 starter pack erin. En die starter pack die kost 5 euro. En wat krijg je erbij? Je krijgt er gewoon standaard een skin bij. Je krijgt er standaard een backbling bij. En je krijgt 600 V-Bucks en that's it. Een best wel goede deal als je nagaat dat 100 V-Bucks 1 euro is. Krijg je in principe al 6 euro alleen al aan V-Bucks. Plus nog de skin, plus nog de backbling. Altijd een pack om sowieso te gaan halen. Maar goed, ik heb dus een top 8 lijstje gemaakt. Op nummer 8 staat de minst mooie. En op nummer 1 staat natuurlijk de mooiste. Dus laten we natuurlijk bij nummer 8 beginnen. En op nummer 8 heb ik staan de Cobalt Starter Pack uit Season 7. Yes, tijdens Season 7 kregen we deze. En dit is een beetje een robot variant. En deze staat op nummer 8 met de reden dat ik deze simpelweg het minste mooi vind. Ik heb hem volgens mij wel gehaald. Volgens mij hebben ze letterlijk allemaal. Maar deze vind ik toch echt het minste mooie, omdat hij heel erg lijkt op al die andere robots die we nu al hebben. Bijvoorbeeld vandaag zit er ook een robot in de itemshop. En die heeft gewoon een klein beetje de looks van letterlijk allemaal. En ik weet niet, ik heb dus niet al te veel, zeg maar, met die robot skins. Soms draag ik ze wel omdat ik ze grappig vind. Maar deze, eerlijk gezegd, draag ik nooit. En de backbling, die eigenlijk ook niet, omdat ik die een beetje saai vind. Dus ja, hij staat niet voor niets op nummer 8. Laten we doorgaan naar nummer 7. En op nummer 7 heb ik een interessante staan, namelijk de Red Strike Starter Pack uit Season X. Oftewel, de starter pack die letterlijk net is uitgekomen. Ik heb hem op nummer 7 staan, omdat ik vind deze echt vaag. Ik bedoel, wat opvalt is natuurlijk het haar. Dat is extreem slecht in mijn idee, want dat haar, dat steekt echt overal uit. En ik vind het er niet heel erg mooi uitzien, als ik heel eerlijk ben. Hij staat niet op nummer 8, omdat ik de backbling wel heel erg vet vind. Die twee kleine ninja zwaardjes, of ik weet eigenlijk niet eens wat het zijn, dat vind ik wel echt heel erg tof eraan. Maar voor de rest, de skin vind ik een klein beetje basic. Ik verwacht, tenminste ik hoop een klein beetje, dat ze in de toekomst de aanpassing doen dat je ook een masker kan afzetten en een andere haarstijl kan doen. Want ja, we zien dat Fortnite dat af en toe doet bij OG skins. Maar ja, moet deze misschien eerst OG worden? Ik heb geen idee. In ieder geval, deze niet al te mooi. Maar ja, is maar 5 euro. En dan krijg je wel heel erg veel erbij. Dus ja, dat is natuurlijk wel chill. Laten we doorgaan naar nummer 6. En op nummer 6 heb ik staan de Summit Starter Pack. En deze komt uit Season 6. En deze vond ik in het begin niet zo heel erg mooi. Maar later ben ik hem meer gaan waarderen. Ik weet niet, ik vind hem best wel clean eruit zien. De backbling daarentegen vind ik niet heel erg fancy of zo. Ja, ik weet niet. Die kleuren vind ik gewoon niet echt heel erg mooi. Maar het oranje vind ik dan wel heel erg tof. Ik weet niet, een beetje een poepkleurtje of zo. Ja, ik weet niet. Ja, een beetje matig, maar niet de slechtste skin. Want ja, die stonden natuurlijk hierboven. Deze staat wel op nummer 6. Laten we nu doorgaan naar nummer 5. En op nummer 5 staat een best wel vette. Namelijk de Wingman Starter Pack. En deze komt uit Season 4. Dus als je deze hebt, dan ben je redelijk OG, denk ik. Want ja, Season 4 is alweer maanden geleden. Misschien al wel een jaar geleden. Maar ik moet zeggen, deze skin is echt vele malen beter. Oh, want je ziet het is een soort van piloot, rode tinten, vette helm heeft hij. Deze was eigenlijk perfect in de airplanes. Maar ja, de airplanes, die zijn jammer genoeg gevallen. Dus dat is wel heel erg jammer. Ik vind de backbling ook heel erg tof, omdat het een soort van parachute is, denk ik in ieder geval. Lijkt er wel een klein beetje op. Dus ik vind deze wel heel erg clean hoor. De kleurencombi vind ik ook heel erg vet, met het zwarte en rode. Ik vind het echt een hele toffe skin. Maar er zijn betere skins. Of starter packs moet ik zeggen. Laten we doorgaan naar nummer 4 alweer. En op nummer 4 heb ik staan de Wild. En deze komt uit Season 9. En deze, ik zweer het je, deze stond
op nummer 1 bij mij. Een tijdje geleden natuurlijk. Maar ja, er zijn toch andere starter packs gekomen waarvan ik dacht van, die zijn toch beter. Maar deze vind ik gewoon echt super vet. De skin vind ik gewoon echt super nice eruit zien. Dat ten eerste. Ik vind de details ook heel erg vet. Het jasje, al die spikes en zo. Dat vind ik echt heel erg tof. De backbling, die vind ik echt heel erg nice. Die heeft een soort van chameleon kleur of zo. Een beetje aan de onderkant heeft hij een groene kleur. Aan de bovenkant paars. En dan dat zwaard erin. Ik vind dat heel erg vet eruit zien. Daarna ook nog 3 van die flesjes. Ik vind deze echt heel erg tof, deze combinatie. En die backbling, die gebruik ik zelfs af en toe. Dus ja, deze starter pack echt heel erg dik. Laten we doorgaan naar nummer 3. En dit, mensen, is de Lagoon starter pack uit season 8. Echt waar, deze skin vind ik op dit moment nog steeds zo ontzettend vet. Voornamelijk al die effecten die op de skin zitten. Ik bedoel, al die bladeren en zo. Een heel zomerse look. Behalve dan de trui die ze aan heeft. Ik bedoel, een klein beetje warm als dat helemaal tot hier komt. Maar buiten dat om, echt een hele vette skin natuurlijk. Daarnaast is er iets aparts aan deze starter pack. Namelijk, je krijgt hierbij een extra wrap. Normaal gesproken krijg je namelijk V-Bucks. Je krijgt de skin, je krijgt de backbling. Maar dit keer krijg je ook dus een wrap erbij. Dus dit was eigenlijk een extra goede deal. Want hij was nog steeds 5 euro in de shop. Dus dat was natuurlijk super chill. Ik moet zeggen, de backbling en de wrap, die vind ik wel echt heel erg vet. Ik gebruik de wrap vrij weinig. Ik moet hem zeker weten weer eventjes gaan instellen op een wapen. Best wel zonde. Ik gebruik heel veel wraps eigenlijk niet. Maar deze moet ik sowieso weer gebruiken. En was deze anime dit jaar of nee? Volgens mij niet. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Maar hey, hij zat er gewoon als extraatje bij. Dus wat zei ik? Laten we doorgaan naar nummer 2. En op nummer 2 heb ik een zeer interessante staan. Eentje die je misschien niet verwacht. En waarvan je nu denkt van, hey, waar zat die? Nou, ik heb hem op de tweede plek gezet. Het gaat namelijk over die starter pack. Het had destijds nog geen naam, maar dit is gewoon de starter pack. Het heeft dus geen naam voor de duidelijkheid. Het is de Rogue Agent. Oké, de Rogue Agent starter pack. Zo kunnen we hem ook noemen. Dit is de eerste starter pack die in de game is gekomen. En ik moet zeggen, ik vond dit eerst een heel lelijke skin. Maar later ben ik die OG skins een beetje meer gaan waarderen, zeg maar. Dus ik vind deze op dit moment een van de tofste. Dus vandaar dat hij ook natuurlijk op nummer 2 staat. De backbling, die vind ik wel heel erg saai, eerlijk gezegd. Volgens mij hebben we deze backbling ook in een andere variant, een andere kleur. Maar ja, het gaat natuurlijk eventjes bij deze om de skin. Lijkt een beetje op Halo, zeg maar. Dit noem ik altijd een beetje de Halo skin in verband met die helm. Ik hoop eerlijk gezegd dat je dan ook die helm af kan doen als extra skin variant. Dat lijkt me echt heel erg tof. En ik ben benieuwd wie die onder die helm zit. Volgens mij kan dat op dit moment namelijk nog niet. Maar in de toekomst, je weet maar nooit. Want ja, wat ik ook toen straks zei, ze passen sommige skins aan. En vaak zijn dat dus inderdaad OG skins. Laten we doorgaan naar plekje nummer 1. En op nummer 1 heb ik staan de Ace Starter Pack. Dit vind ik de tofste starter pack die er tot nu toe is ingekomen. Letterlijk alles. Ik vind de V-Bucks super nice. Ja, ja, deze V-Bucks is echt heel erg mooi. De mooiste V-Bucks van alle starter packs. De backbling vind ik ook heel erg nice. Het is natuurlijk een soort van overval backbling, want je ziet allemaal geld er tussenuit komen. En natuurlijk de skin zelf. Dat rode, witte, zwarte, het masker. Het past letterlijk allemaal heel erg goed bij elkaar. Ik vind deze echt het tofste. Ook die capuchon die er overheen zit. Een beetje een mysterieuze skin vind ik wel. En die combinatie, die backbling plus de skin, ik vind het zo goed bij elkaar passen. En ik vind ook dat je bij deze skin heel erg veel andere backblings heel gemakkelijk kan doen. Want best veel past bij deze skin, zeg maar. Bijvoorbeeld het ninja zwaardje, die past ook gewoon perfect. Weet je wel, die backbling? Ik denk dat jullie wel weten welke ik bedoel. In ieder geval, een hele toffe starter pack staat met deze reden dus ook op nummer 1. Mensen, dit was mijn top 8 lijstje met starter packs. Er zijn niet meer starter packs. Ik verwacht in het volgende seizoen natuurlijk wel weer meer. Misschien kunnen we over 10 seizoenen weer zo'n video maken. Maar voor nu houden we het eventjes bij deze top 8. Vonden jullie het super tof? Laat dan natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog achter. Dat zal heel erg gewaardeerd worden. En je kunt ons natuurlijk supporten in de itemshop met de support e-creator code. Te veel gevraagd. Mensen, tot de volgende video. En peace out.